Hier moet het dit weekend barren. 2 dagen sprinten op topniveau. Hoe is het met de vorm van Letitia de Jong? Zij kreeg van het WK, zet ze op een training nog even de puntjes op de i. Ja, er zijn altijd rustige trainingen voor een WK, maar het gevoel wie goed. Wat train je dan nog op zo'n 2 dagen vast een WK sprint? Ja, dat zijn een paar technische puntjes. Trainings, fysiek is eigenlijk alles al dingen. Dus het is vooral technisch, we staan op lijst. Letitia is bij de laatste training eenvoudig te herkennen. Ze is de jinnigste sprinter van Team Ico, die het in het oranje riet. Neffens haar trainer stiet ze er goed voor, omdat ze de laatste weekend met de Malje uit het team mij traind had. Nou ja, de mannen hebben over het algemeen iets meer snelheid dan de vrouwen. Beduidend meer snelheid dan de vrouwen. En die, daar kan zij gebruik van maken. En het is wel een dun lijntje, want de trainingen worden er intensiever door. Maar ik denk dat we een goede balans hebben gevonden in, in de combinatie dames trainen met de heren. 2 weken was de Jong voor het eerst in haar carrière wereldkampioen. Hier komt Letitia de Jong. Na het werk van Smit en Leerdam is dit een wereldtitel voor Nederland op dit nieuwe onderdeel. 1:26.28 en een grote glimlach van tevredenheid op het gezicht van Letitia de Jong. Dat was hartstikke mooi en dan ben ik heel blij mee. Maar uiteindelijk de teller zit weer op nul en neemt het mij alleen nog de hartstikke hier niks aan. De Jong had dit hier een stap maken. Voor het eerst in haar carrière riet ze een zo'n 30er. Haar trainer denkt dat er zelfs nog meer in zit. Ze lijkt heel constant, maar wij denken dat we het niveau 38 laag, 37 hoog, dat moet eigenlijk het basisniveau worden. En wij denken dat we dat ze dat zeker kan doen. Wanneer ben je tevreden naar dit weekend? Wat ik zei is dat ik nog voor jou een goede races rieden ga, dan ben ik tevreden. En een goede race, maar ik dan denken aan een klassering, aan een tiert of aan een gevoel van dit wie goed? Dat gaat vooral om technische punten en om het gevoel. En dan volgt de titel en de klassering al goed is vanzelf. Top 10 is zo heel mooi wijzen. Op het moment als een hoge 37er de standaard wordt, en dan ga je uitschieters krijgen die 37,5 of daaronder worden. Ja, dan kan je voor een podium meegenomen internationaal. Een WK sprint op het Jerevingen. Een thuiswedstrijd van Letitia de Jong. En daar had ze zin in. Publiek in Tialve, dat is eigenlijk nergens ter wereld in dat zij, dus dat is ook heel benieuwd.